Nou goed, ik stap van het pad af. Oh, dat is eigenlijk nog best lastig. We zijn weer live. Nou, Yvonne Piek die kijkt alweer mee, zie ik. Dat is de eerste kijker, welkom. We zijn nu aan de andere kant van Thesingen. We kwamen daar vandaan. En we zijn met quad even door Thesingen gereden. Daar hebben we de quad. Ja, ja, een echte fan, zegt Yvonne Piek. Super. En we gaan eens even kijken. Wat heb je hier in het water liggen, Frederik? Nou, hier zaten dus nog wat muskusratten in deze sloot. Het is ja, best wel een lange sloot. Want, beide kanten van die sloot is afgezet met een fuik. En tussendoor ja, dan, heeft de muskusrat hier en daar toch nog wat, gaten in de wal gegraven. Dus daar heb ik wat klemmen voor gezet. En nou ja, hopelijk zit er wat in. Oké. Okay. Ik ben benieuwd. We gaan de klemmen controleren. Kijken. De eerste klem is leeg. De eerste is leeg. Ik voel altijd even of die klemmen nog staan en of er nog wat misschien nog een nieuw gat bijgekomen is, want de muskusrat is heel erg slim. De muskusrat in de gaten heeft dat er een klem staat voor zijn ingang. Dan wil hij nog wel eens een keer een nieuw gat erbij graven. Oké. Okay. Nou, tweede klem zit wat in. De muskusrat. Dat is de eerste. Dat is hem. Dat is hem. Kan je wat vertellen of laten zien van het beest? Ik zal hem even uit de klem halen. Oh, voor de mensen die nu inschakelen, er komt zo'n dode muskusrat in beeld. Nou, dit is de muskusrat. En hier is het eigenlijk om te doen, het diertje. Het dier komt hier helemaal niet vandaan dus. Hij komt eigenlijk uit het noorden van Canada en Alaska. Bovenin. Hij past hier helemaal niet thuis. Nee, het is een exoot. Het is een exoot. Noemen, ja. En daarom bestrijden wij hem ook. Omdat het een exoot is. Ook om, ja, omdat hij gaten graaft in onze dijken en in de waterkeringen. En daarmee kan hij dus in principe gevaar betekenen voor de Nederlanders. Oh, ik krijg nog een leuke vraag voor je, Frederik, tussendoor. Of je zelf wel eens in een klem hebt gezeten? Jawel, ja. Ik zit wel eens enkel wel eens met de vingers in een klem. Auw. Ja, dat niet? Is wel. Ja. Maar geen ernstige verwondingen? Ja, ik heb ze alle 10 nog, dus gelukkig. En dat wil ik ook zo houden. Oké, okay, mooi. Ja. Goed, je was wat aan het vertellen ook over het beestje. Nou ja, de muskusrat dus. De muskusrat is er in principe geïntroduceerd als zijn de pelsdier. Hij heeft een heel mooi pels. Als hij straks helemaal droog is, dan heeft hij eigenlijk een heel mooi bontmuts, zeg maar. Ja. En hij is op een gegeven moment is hij ontsnapt uit de fokkerijen. En zo heeft hij zichzelf over Europa verspreid. Oké. Okay. En het is het enige dier met een platte palingstaart. Het begint rond en hij plat vervolgens af. Die staart die gebruikt hij als roer in het water. En hiermee kan hij heel mooi sturen en peddelen. Dus de staart die beweegt er een beetje achteraan, zoals het ware. Hij heeft, vreemd genoeg, geen zwemvliezen. Okay. Maar zwemborstels. Misschien kun je het, filmen. Ja, dit hamer, dit doet mij even dichtbij. Ja. Heeft borstels tussen de poten, tussen zijn teentjes. En de kleine voorpootjes. Hier doet hij ermee. Hier graaft hij gaten mee. Oh ja. En één zo'n muskusrat die kan in principe in een jaar tijd een kuub grond verzetten. Zo. Dus wanneer zo'n muskusrat een gat in de wal graaft, dan kan hij in principe een kuub grond verzetten. Nou, één muskusrat zal niet zo'n heel groot probleem zijn. Maar wat de muskusrat ook goed kan, is voortplanten. En wanneer een sloot verzadigd is met muskusratten, dan zit je al gauw op 80 muskusratten per kilometer watergang. Zo. Dus zouden die alle 80 een kuub grond verzetten, nou ja, dan snap je wel wat er gebeurt. Dus, dan krijg je flinke verzakkingen in de kades en dijken. Ja, en dat willen we dus dat proberen we te voorkomen. Daarom vangen we ze. Daarom bestrijden we de muskusrat. Ja. Hey, ja. Ik kreeg net nog een vraag van iemand hoe je erbij komt om dit werk te gaan doen. Dit is prachtig werk. Dit is, als je van de natuur houdt en van buiten zijn, dan kun je geen betere baan krijgen als muskusratbestrijder.
Nou, ik was van de week met een dijkbeheerder op pad. Die zei bijna hetzelfde. Die zei bijna hetzelfde, ja. Alleen die doet toch ander werk. Doet toch ander werk, ja. Nee, goed. Ik ben gek op buiten zijn vogeltjes en dieren. Noem maar op. En ja, dan is dit gewoon een prachtige baan. Ik kan mijn eigen dagen indelen in principe. En dat is heel mooi vrije baan. Mooi. Hey, hoeveel jongen per jaar krijgen die beesten? Kreeg ik net nog een vraag van een kijker. Nou, zou je muskusrat, zou je er niks aan doen? Zou je er echt helemaal niks aan doen? Dan zou een muskusrat zich in principe kunnen verveertigvoudigen in een jaar tijd. Oké, dus dan heb je 40 muskusratten, of 1 aan het begin van het jaar, ja. Of eigenlijk 2. Ja. En dan 80 aan het eind, of 40? 40 aan het eind. Ja. Dat is flink wat. Zullen we nog een paar klemmen controleren? We leggen deze hier even neer. Laatste klem even controleren. Nou, dit is ook typisch iets voor de muskusrat. Zo heb ik ze in principe ook gevonden. Hè. De muskusrat, zie je, hier zit een klein gaatje in de wal. En wat doet de muskusrat? Die wil natuurlijk niet dat er roofdieren bij kunnen komen, zoals wezeltjes of hermelijnen of noem maar op. Ja. Dus die stopt die gaten allemaal dicht. Dus, Ja. Stopt die gaten allemaal dicht met riet en materiaal wat hij kan vinden kan. En zo probeert hij te voorkomen dat er roofdieren bij hem kan komen. En ja, nu haal je het uit. Doe je dat puur om het te laten zien of doe je dat wel vaker? Nee, dat doe ik puur even om te laten zien. Ik stop het er weer in. Want anders dan denk je muskusrat, wie zit er aan mijn huisje? Ik zit er aan mijn huisje. Hey, ik kreeg net nog een vraag of hier ook een opleiding is voor muskusratten leren. Er is een opleiding tot muskusratbestrijder. Maar dan moet je eerst wel in dienst zijn van het waterschap. Je moet eerst muskusratbestrijder zijn alvorens je die opleiding kunt gaan doen. Oké. En wat voor een opleiding heb jij gedaan voordat je aan het werk ging bij het waterschap? Ik heb eerst watermanagement gedaan en ik heb dat aangevuld met allerlei cursussen, jachtcursussen en faunabeheer, noem maar op. Ja, dus echt buitenwerkopleidingen, ja. Zeg maar. Ja. Ook de groene tak, ja. De groene opleidingen. Ja. Oké, mooi. Ik kreeg net ook nog een vraag wat je doet met de dode muskusratten. Dus misschien kan je dat even vertellen en laten zien. Deze muskusrat die neem ik zo meteen mee. En dan gooien we ze in een kadaverbak en dan worden ze het eind van de week wel eens opgehaald. En dan gaan ze naar de destructie. Ja, en wat doen ze daar met die beesten? Verbranden? Maken ze honden van. Oké. Ja, zo gaat dat. Dode dieren, dan maken ze hondenvoer van. Ja, die zullen het wel lekker vinden dan. Die vinden het lekker. Oh, er zitten er nog een paar. Je geeft met die van die stokjes geef je aan waar je de klem hebt zitten. Ja. Zo kan in principe een boer of een collega van het waterschap die met de sloten bezig is, die kan in principe zien van, oh, hier staan klemmen. En dan wachten we even tot die klemmen weg zijn of ze gaan er even omheen. Alvorens ze in die sloot om beginnen te... Oké, maar en hoe lang laat je die klemmen dan staan? Ik laat die klemmen net zo lang staan tot ze niet meer vangen. Oh ja. Dit zijn de eerste vangsten in deze klemmen. En het kan maar zo gebeuren dat die klemmen die volgende week nog staan. Deze klem is weer leeg. Net zoals de muskusrat momenteel eet, rietwortel. Hij slijpt die hele... Die hele rietwortel die slijpt hij uit en de schil zeg maar, die spoelt hij uit. Dat noemen ze slijpsel. Dat drijft soms door die hele sloot heen. Okay. Dat is ook een teken waaraan je kunt zien dat er een muskusrat zit. Nou, hoppakee, nog één. Nog één. Oeh, dat is een dikke. Of niet? Ja, een ouwe. Die heeft net een bekvol vreterij gehaald. Zit nog mooi bij de klem in. Maar hij is niet verder gekomen. Oh, dat is er ingelopen voordat hij in de klem liep, zeg maar. Ja, dat had hij in zijn bek en dan, toen is hij in de klem gezwommen. Juist, ja. Daar is die klem ook op ontworpen. Ja. Ram of moer, wordt de vraag gesteld. Ram of moer, daar moet ik even gaan kijken. Dat is een mannetje of vrouwtje dan bij. Ram of de moer. Dit is een moer. Dus dit is een mooie vangst. Deze gaat geen jongen meer produceren. Dit is een oud dier. Deze is hoogstwaarschijnlijk van eind vorig jaar of begin dit jaar. Oké. En dit is een mooie zware. Hey, ik kreeg net in het Engels ook een vraag van wat dit is. Heeft de muskusrat ook een Engelse naam? Ja, muskrat. Muskrat. Ja.
It's a mux rat. Oké. Okay. Ja, mensen uit de hele wereld kunnen meekijken. Ja. Even kijken, ik krijg nog een vraag. Trekken de ratten ook naar andere plekken of blijven ze op vaste plekken? Nee, de muskusrat die trekt dus twee keer in het jaar. In het voor- en het najaar. In het najaar dan trek je minder ver dan in het voorjaar, hoor. Zo is het wel. Alleen het is, dan gaat hij op zoek naar een nieuw plekje. En soms dan kan dat 100 meter verderop zijn, maar het kan ook een paar kilometer verderop zijn. Het is maar net waar hij dan een geschikte plek kan vinden. En op die manier verspreidt de muskusrat zich. Oké. Heb je nou alle klemmen hier gecheckt? Ik heb hier op dit stukje de klemmen gecontroleerd. Oké. Ja. Zullen we dan, want ik zag ook dat je die beesten doorgeeft via je telefoon. Ja. Zullen we even teruglopen naar de quad? Ja, zullen we dat doen? Kijken of er nog, als er nog wat vragen zijn. En Frederik, stel ze. Twee. Vangst van vandaag, twee. Een jongen en een oude. En was die jongen, wist je nou, of dat, was dat een moeren van ram? Dat is een rammetje. Oké. Okay. Nou, we hebben de vangst. Onze vangsten die registreren wij op een applicatie die speciaal ontwikkeld is voor de muskusrattenbestrijding. Ja. Ik hoop dat je zo kunt zien. Dit is de applicatie. Ik denk niet dat het te zien is. Misschien ook wel. Maar kijkers, als jullie dit niet kunnen zien, zeg het even. Maar volgens mij... Er staan rondjes en driehoekjes in. Nou, een rondje dat wil zeggen dat er een fuik ergens onderdoor staat. En een driehoekje, dat zijn deze klemmen. Er zijn nog geen vangsten op geweest op deze klemmen, dus dat ga ik nu even doen. Oké. Okay. Ik kreeg tussendoor ook nog de vraag of de hoeveelheid ratten alles afgenomen. Dus daar kun je misschien zo ook even wat over zeggen. Ik heb erop geklikt en vervolgens kan ik de vangst registreren. Ik heb twee gevangen hier. Dus ik sla die vangst op. En nu staan er twee vangsten genoteerd. Oké. Okay. En geregistreerd. Ze kunnen het ook weer makkelijk terugzien. Ja. Maar ze kunnen dus ook goed straks de totale vangst zien. Ja. Deze gegevens die staan meteen in verbinding met het hoofdkantoor. En daar zitten de mensen en die zorgen ervoor om de gegevens te verwerken. En hoeveel vang jij er per jaar? Nou, vang ik nog een kleine 800 per jaar. Kleine 800, 900 hooguit. En de voorgaande jaren zijn er in dit gebied zelfs tot 4000 muskusratten gekomen. Zo, ja. Ja, want in Groningen hebben we heel veel muskusratten, hè? Nou, gelukkig neemt het wat af. We zijn druk bezig om de populatie zo hard mogelijk naar beneden te brengen. En maar hier en daar zwemt nog wel wat, dat klopt. Ja. Ik kreeg net nog een hele grappige Engelse vraag. Are the rats delivered at Vibo? De snackbar, de snackbar, zeg maar. Ja. No, ja. We can't eat them in Holland. They go to the... How do you call it? Destruction. They eat them in Belgium. So if you want to eat them, you have to go to Belgium. Ja. Oké. Okay. Is er nog iets wat je tot slot wil meegeven aan de kijkers? Hoe ze kunnen helpen bij jouw werk? Nou goed, als mensen een muskusrat zien zwemmen, wat vaak in het voorjaar voorkomt, hè, dan zijn ze bezig met nestmateriaal. En dan zwemmen ze soms met een hele bek vol riet en gras, zwemmen ze naar hun nest toe. Meld het alsjeblieft. Hè, maak er even notities van en even de plaats en de tijd wanneer je het gezien hebt. En bel het hoofdkantoor van het waterschap op. En vervolgens dan zorgen zij dat wij in actie kunnen komen. En waarom is het fijn als mensen dat melden voor jou? Nou goed, ik kan natuurlijk niet op alle plaatsen tegelijk in het veld zijn. Vandaar dat het nuttig is. Maar het is ook nuttig omdat we willen natuurlijk wel op de korte termijn ook zo weinig mogelijk dieren doden. En dat doen we alleen maar door nu even ons best te doen. Zodat we op de korte termijn kunnen zeggen van er zijn minder muskusratten, dan hoeven we ook minder te vangen. Dus als mensen het melden, dan heb je gewoon een beter beeld van waar de muskusratten zitten. Ja. Dat is gewoon een extra, informatiekanaal om te weten waar de beesten leven en zijn. Vooral in de trekperiode, in het voorjaar, is dat belangrijk. Oké. Ja. Nou, ik kreeg net nog een reactie met super interessante informatie. Dus dat is mooi om te horen, inderdaad. Dat is hartstikke leuk om te horen.
Nou, volgens mij gaan we dan afronden. We kunnen nog heel even kijken en afwachten of er misschien nog een nakomende vraagje is van een kijker. En anders dan klimmen wij weer op de quad hier. Gaan we weer naar de andere kant en dan gaan we weer verder met ons werk, hè, Frederik? Ja, dan zullen we zien of we nog een paar kunnen vangen. Hey, heel erg bedankt dat we even mee mochten lopen, Frederik. En succes verder met je werk. Dankjewel, zal wel lukken. Oké.